Annie, je staat op punt om te gaan trainen, maar je bent al de hele dag op kantoor aanwezig geweest. Kan je vertellen wat je hier gedaan hebt? Voor mijn stage sportmarketing loop ik hier stage bij Excelsior. En vandaag een dagje op kantoor, dat kon eindelijk weer. Ik heb natuurlijk heel lang thuis gewerkt, thuis moeten werken. Maar vandaag kon ik eigenlijk weer op kantoor werken. Ja, leuk manier om je stage in te vullen zo bij Excelsior op het kantoor. Ja, zeker. De combinatie is dan optimaal. Dus ik kan gewoon lekker trainen en de hele ochtend kan ik hier werken. Jullie spelen aanstaande vrijdag tegen FC Twente. Nou, dat is ook geen onbekend terrein voor jou. Hoe is het om terug te komen? Ja, is altijd leuk. Altijd leuk die meiden weer even te zien. Oude sportcomplex natuurlijk, dus het voelt wel als thuiskomen. Ja, wat zijn jullie kansen tegen Twente? Nou, Twente is natuurlijk een hele goede ploeg. En zij gaan natuurlijk vol voor alle prijzen, dus zij zullen ook deze prijzen willen winnen. En ik denk dat het gewoon een hele leuke uitdaging wordt voor ons om tegen een goede ploeg te spelen. En om ons te vergelijken met een topploeg. Ja, jullie leken de goede flow te pakken te hebben. Een overwinning, een goede wedstrijd tegen Ajax. Tegen Heerenveen ging het eigenlijk heel vervelend mis. Ja, dat was een van de mindere wedstrijden tot nu toe. En dat is zonde, maar we moeten het weer oppakken. En op naar vrijdag tegen Twente dan. Ja, nou, voor de winterstop nog één wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ja, de mooie gelegenheid misschien om nog punten aan het totaal toe te voegen. Ja, zeker. We gaan natuurlijk voor de winst. En tegen ADO zijn er gewoon kansen. En we moeten daar gewoon voor de winst gaan. En dan op naar de winterstop. En dan zien we daarna wel weer verder. Ja, wat is het verschil van het begin van dit seizoen en de laatste weken met jullie team? Nou, je merkt wel dat we de hele nieuwe groep in het begin natuurlijk gehad. En ondertussen zijn we een vaste basis gaan vormen. En we hebben een beetje... onderling natuurlijk hoe je met elkaar speelt. Gewoon de afstemming is beter dan in het begin. En voornamelijk is dat wat het verschil is. Ja, dan zou het mooi zijn om 2020 af te sluiten met wat goede resultaten. Dat zou ideaal zijn.